Goedendag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat we tamelijk veel bewolking hebben vandaag en de witte wolkenplukken die nu nog ten westen van ons land liggen, dat zijn buien. Die gaan in de loop van de ochtend vooral in de kustprovincies vallen, maar later vandaag kan ook verder in het binnenland een enkele bui vallen. Tussen de wolken en buien door hebben we af en toe ook nog wat zon. Het wordt 16 tot plaatselijk 18 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting, windkracht 2 tot 4. Vanavond wordt het aantal buien minder, komen er wat meer opklaringen. En zo halverwege de avond is het weer afgekoeld tot een graad of 14. Morgenochtend hebben we in eerste instantie van tijd tot tijd zon. Nadat nevel en mist die zijn ontstaan weer zijn opgelost. Uiteindelijk dan in de namiddag komt er wel bewolking vanuit het zuiden en volgt er ook weer wat regen. Het wordt 17 of 18 graden en er staat nog niet veel wind. In de nacht na maandag gaat het wel flink waaien en dan volgt er ook weer regen. En ook maandag overdag is er vrij veel bewolking en periode met regen. Het wordt dan 16 tot plaatselijk 20 graden, wel behoorlijk zacht. Dinsdag en woensdag is het wat minder zacht, maar blijft het wisselvallig met wolken, zon en een aantal buien. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.